Hallo, ik ben de avatar van Edwige. Met hun vegetatie, substraat en andere lagen zijn groendaken onderhevig aan verhoogde belastingen, die worden doorgegeven aan de isolatie. Wat zijn de vereisten voor de isolatie? Er zijn verschillende informatiebronnen, de leidraden van de Unies voor de Technische Goedkeuring in de Bouw, Europese EUTGB en Belgische BUTGB en de Technische Voorlichtingsnota's van Beeldwijs. De EUTGB-gids stelt een klassificatie voor isolatie voor, maar deze is gebaseerd op één enkele samendrukbaarheidstest. De BUTGB stelt klassen P1 tot P4 voor, die vollediger zijn en ook rekening houden met de druksterkte en weerstand tegen puntbelastingen. De klassen P3 en P4 komen overeen met extensieve en intensieve groendaken. DLT komt overeen met het gedrag onder de gecombineerde werking van belasting en temperatuur, CS, met de druksterkte en PL met het gedrag onder puntbelasting. TV 229 geeft aanvullende aanbevelingen voor klasse P3 en P4, zoals het rekening houden met puntbelastingen op extensieve daken, een bloembad bijvoorbeeld, of de noodzaak van een specifiek onderzoek op een intensief dak met de aanwezige belastingen. TV229 benadrukt de waarde van isolatie die ongevoelig is voor vocht, zoals celleglas, zonder andere materialen uit te sluiten, op voorwaarde dat er gepaste maatregelen worden genomen voor de waterdichtheid. Testen hebben aangetoond dat bepaalde polyurethaanplaten voldoen aan de criteria voor een gebruik in groendaken. Daarnaast geven de tv's 253 en 280 meer informatie over hoe men geval per geval de spanningen op isolatie kan inschatten en de vervormingen die niet overschreden mogen worden op korte en lange termijn. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens.